Het is niet verplicht om één basis, om één atomaire booleaanse expressie te gebruiken in je while, net zoals dat ook bij de if niet verplicht is. Je kan hier bijvoorbeeld twee booleaanse expressies verbinden met een and. Je zou dat ook kunnen doen met een or, je zou dat ook kunnen doen... je hebt hier zelfs eigenlijk een not met dit uitroepteken. Dus je mag die ook combineren. Maar dat is op zich niet nieuw, want dat mocht ook bij de if. En een while is zoals een if, die zich dan mogelijk herhaalt. En zoals eerder aangegeven, je hebt ook nog de oneindige lussen. En oneindige lussen zijn soms een bug, soms zijn ze ook gewenst. Als een programma bijvoorbeeld gewoon blijft doorgaan. Ik heb er recent eentje geschreven, dus ik ga dat als voorbeeld gebruiken. Dus je hebt dat waarschijnlijk al gezien op mijn filmpjes. Hier hangt een gitaar aan de muur. En het ding met een gitaar is... Al die streepjes op de hals van de gitaar, dat zijn de frets. Elke fret staat voor een eigen noot. En eigenlijk, als je wat theorie kent, je zou moeten van elke fret en elke snaar weten voor welke noot dat die staat. Dus op bepaalde posities staat er een do, op andere posities staat er een re, enzovoort. En dat is redelijk wat onthouden. Dus je moet die dingen echt memoriseren. En ik heb daar een programmaatje voor geschreven om mij te helpen om die dingen te memoriseren. Ik stel voor dat we dat hier gewoon ook uitschrijven. Dus dat programma werkt als een oneindige lus. Wat het gaat doen, is het gaat eigenlijk een nummer van een snaar geven. Het gaat een naam van een noot geven. En ik moet dan zeggen waar die zich bevindt. En dan gaan we het programma gewoon eventjes laten rusten. Zodanig dat ik... Ja, tijd heb om naar de volgende noot te gaan, dat mijn scherm niet gewoon volgeprint wordt en dat ik oneindig snel alle noten moet aflezen. Om dat te implementeren gaan we gebruik maken van system.threading.thread.sleep. Dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat je programma een bepaald aantal milliseconden pauzeert. Dus op zich... Deze zaken hier, daar ga je voor de rest niet veel mee bezig zijn, met die namespace. Dat is al redelijk gevorderd, threading. Maar gewoon even pauzeren, dat ga je wel tegenkomen. Dus dat programma gaat zich eeuwig herhalen. Dus het eerste wat ik ga doen, is random generator aanmaken. Zodanig dat ik elke keer een willekeurige snaar krijg en een willekeurige noot. Dan ga ik zeggen, laat ons hier gewoon int gebruiken, int string. Of ja, dat is misschien, er is nu juist een datatype string. Dus ik zal snaar zeggen, is gelijk aan randgen.next. Dus van 1, ik schrijf tot 7, omdat er 6 snaren zijn en die buitenste die krijgen we nooit. 2 snaren zijn identiek, dus ik zou ook kunnen... Van 1 tot 6 schrijven hier. Maar goed, we gaan niet te veel over hoe een gitaar werkt uitleggen. Dan int fret is gelijk aan randgen.next. En op mijn gitaar zijn er 22 frets. Dus ik ga schrijven 1 tot 23. Of eigenlijk, je kan ook nog zonder een fret in te duwen. Dus je kan ook van 0. Zo. Nu ga ik schrijven console write line. Dus een bepaald fret. Dus de zoveelste fret op snaar. Dus dat gaan twee getallen zijn. Bijvoorbeeld derde fret op snaar 1. Dat zou dan een sol zijn, dat zou een G zijn. Dat zou ik dan moeten weten om zo te memoriseren. Dat wordt dan getoond. En dan gaat mijn programma... eventjes pauze geven. Dus system.threading.thread.sleep. En dat is dan in milliseconden. Dus laat ons zeggen dat ik 3 seconden de tijd krijg om mijn antwoord te vinden. Nu, dit hier gaat maar 1 keer uitvoeren, dan 3 seconden stoppen. En dan is mijn programma gedaan. Dus dat is niet wat we willen. Wat we eigenlijk willen, is dat er elke keer... Een snaar wordt gegeven, een fret wordt gegeven.
En dat ik dan die vraag moet beantwoorden. Nu, ik ga niet intippen wat het antwoord is. Ik antwoord gewoon in mijn hoofd. Dus ik ga dit hier in een while true zetten. Dus een while true is een bewust oneindige lus. Dus dit is geen bug. Het is duidelijk. Deze moet gewoon oneindig zijn. En dat programmaatje is runnen. 19e fret op snaar 1. Dat zou een B zijn. Dus een C. 11e fret op snaar 6. Ja, oké. Het is al een beetje snel voor mij. Maar je merkt, dit is een nuttig programma. Dit is een klein programma. Maar het is iets nuttig dat je kan schrijven met een oneindige lus. Dus het kan ook zijn dat onze oneindige lus per ongeluk ontstaat. Hier heb ik daar een voorbeeldje van. We hebben gewoon een soort van teller geschreven. Bijvoorbeeld, ik weet niet, met nieuwjaar, al zou je dan moeten aftellen. Maakt niet uit. Je hebt een teller nodig. Die gaat eigenlijk verschillende getallen op het scherm tonen en altijd plus 1 doen. Maar om een of andere reden hebben we hier per ongeluk een min 1 laten staan. Misschien dat we dat oorspronkelijk hadden staan en dat we dat uit commentaar gehaald hebben zonder dat het de bedoeling was. Dus eigenlijk gaat onze teller niet wijzigen van waarde. Of het kan ook zijn dat we deze regel gewoon achterwege laten, want we doen nu eigenlijk plus 1 min 1, dus dat is hetzelfde als plus 0. Dus als we dit vergeten aan te passen, ook dan hebben we een oneindige lus. Dus laat ons dat even uitproberen. Zo.